Inwoners van de Donderberg in Remuinhaaien woon zich al vandaag snel in de gaten dat er iets aan de hand was. Steeds meer politiewagens verzamelden zich op het fietspad tussen de Koninginnenlaan en de flats op de Beethovenstraat. Terwijl het aantal agenten toenam, nam ook het aantal toeschouwers toe. Maar lange tijd was onduidelijk wat de agenten door kwamen doen. Toen ook leden van het arrestatieteam aankwamen, was duidelijk dat de agenten zich voorbereiden op een inval. In kolonne reden stoet vervolgens naar de Apollostraat in Remuin. Daar werd een woning meteen omsingeld. De bewoner werden gesommeerd om naar boete te komen. Intussen maakte de politie bekend dat er sprake was van een verdachte situatie in de woning. Er zouden mogelijk vuurwapens aanwezig zijn. Vandaar de massale inzet van de politie. Het zogenaamde quick response team van de politie viel de woning binnen, maar daar was op dat moment nemers aanwezig. Wel werden een flink aantal wapens aangetroffen. Nou, we hebben in de loop van de avond hier rondom op de Apollostraat een melding gekregen van een verdachte situatie. Daarop hebben we uiteraard eerst voorverkenning gedaan, ons voorbereid. En zijn we rond 9 uur hier de straat in gegaan met de politie, ondersteund door leden van een quick response team, om de woning binnen te gaan. De melding richtte zich op dit adres. We zijn de woning binnen gegaan. Daarbij is op dit moment niemand aangetroffen, maar wat we wel hebben aangetroffen zijn een aantal wapens. De omgeving is nog steeds afgezet en we zijn bezig met onderzoek om duidelijk te krijgen hoeveel wapens precies in die woning liggen. En een buurman die zich niet aan de opdrachten van de politieagenten hield, werden meteen in de boeien geslagen. De massale inzet van de politie en het groot aantal agenten dat er op de been was verrooide dat men de situatie totaal niet vertrouwde. Op dit moment is gezegd niemand in het pand, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het onderzoek daar stopt. We gaan kijken wie is de bewoners van het pand, wat kunnen zij ons daarover vertellen. We gaan uiteraard met mensen in de buurt in gesprek die wellicht iets gezien hebben of meer kunnen zeggen wat zich hier vanavond heeft afgespeeld of wat er wellicht verdacht is geweest in hun ogen. Later maakte de politie bekend dat er in totaal 9 luchtdrukgeweren, zogenaamde luchtbuksen, werden gevonden. Ook waren er 2 luchtdrukpistolen en een alarmpistool in de woning. Verder trof de politie een stuk zwaar vuurwerk aan. Daarvan is echter niet duidelijk of het bezit daarvan strafbaar is. Verder werden er een kleine hoeveelheid paddensteul aangetroffen en men onderzoekt nog of die onder de opiumwet vallen. Al dat tijd heeft de bewoner van het pand zich niet laten zien. De politie is nog op zoek naar de bewoner.